Yay, ik ben aan het streamen. Ja, ik ben aan het streamen. Wat leuk. Yay. Oh, dat is leuk. Ik hoor mezelf ook. Hallo. Ik ga lekker streamen vanavond. We gaan vanavond spelen met het Hoo-Hoo-deck. Ergens gevonden op internet schijnt een championship deckje te zijn. Dus daar gaan we eventjes wat matches mee spelen. Dus, zoals je ziet, ben ik flink bezig geweest met wat dekjes maken. En we gaan gelijk maar eventjes op zoek naar een tegenstander. Altijd. Weet ik niet. Waarschijnlijk gewoon omdat ik het leuk vind. Cellen dit. Een Garbodor deck, dat wordt lachen. We gaan eens even kijken hoe we dit gaan doen. Kan zijn dat je af en toe mijn dochter op de achtergrond hoort. Die vindt alles erg leuk vandaag. Ik vind haar ook erg leuk. Eerste match die gaat vervelend worden, dat kan ik nu al zien. Ik ga wat anders proberen dan wat ik normaal gesproken doe. In plaats van mijn hoe te poweren, denk ik dat ik toch maar gewoon gelijk in de aanval ga op de tapu leven. Even netjes hallo zeggen, dat ben ik helemaal vergeten. Natuurlijk, ik krijg gelijk een. Paar dikke klappen waarschijnlijk. Maar ja, ik kan de pret niet drukken. We gaan gewoon door, kijken hoe ver we komen. Mijn dochter vindt het allemaal heel interessant. Die komt af en toe ook even kijken. Je mag best wel even hoi zeggen, Lies. Hoi. En ja, eigenlijk is het maar saai zo zonder muziekje. We gaan eens even een muziekje opzetten. Gewoon lekker naar YouTube. De vraag is alleen, wat voor muziekje gaan we opzetten? Weet je wat, heel cheesy, ik ga... Mijn tegenstander hoorde dat ik muziek ging draaien en ging gelijk... stoppen? Nou ja, dat vind ik niet erg. Dat zijn weer 15 muntjes extra voor mij. Thank you.
Maxim Cyclist Stream Options Enable DVR. Lies, je moet niet mee proberen te lezen, oké? Okay? Dat is namelijk heel erg vervelend als je dat doet. En mijn tijd genoeg mee. Ja, maar je moet niet mee proberen. Niet de proberen, oké? Okay? En dan pakken we die. Die doen we even op refresh. Eventjes netjes hallo zeggen, dat ben ik helemaal vergeten. Natuurlijk, ik krijg gelijk. Thank you.
Ja, volgens mij werkt het. Volgens mij hebben we connectie met onszelf. Hoe vet. Eventjes dit berichtje verwijderen. Iedereen gaat natuurlijk op de onderste link klikken. Nou, dat heeft helemaal geen nut. Nou, jongens, welkom terug. Het ging een beetje mis. Ik heb, als het goed is, nu alles helemaal in orde. Bij mij zitten Jochempie en Elise. En wij gaan vanavond eventjes een paar potjes Pokémonnen. Nieuwe hobby van me. Ik vind het erg leuk, kaartspelletje. Ja, ik zou zeggen, kom kijken. Gezellig. Ik ga een heel leuk dekje spelen vanavond een paar keer. Dat is het Hoo Championship deck uit 2017. Daar heb ik een paar kleine aanpassingen in gemaakt. Maar we gaan even kijken hoe dat werkt vanavond. Het is niet te zeggen dat ik win. Als ik win, dat is weer meegenomen. Nou, genoeg gebabbeld voor nu. We gaan eventjes een tegenstander zoeken. Geen Pokémon's in mijn hand, dat is erg jammer. Je moet altijd een Pokémon in je hand hebben. En die heb ik nu niet. Ik heb gelijk de goede kaart in mijn hand. Mijn Hoo en mijn Kyoe. Kijken of mijn tegenstander daarvan vindt. Meestal vinden ze deze combinatie niet leuk. Af en toe een beetje niet gedragen, dus die hoor je op de achtergrond een beetje brullen af en toe. Wat is er? Oh, dat ging heel erg per ongeluk, want dat zag ik. Hey, kom even bij papa zitten. Kom. Dan mag jij even hoi tegen de mensen zeggen op internet. Heb ik net ook gedaan. Zeg maar even, hallo internet. Hallo internet.
Wil je nog iemand de groetjes doen? Ja. Wie wil je de groetjes doen? Jou. Mij? Oh, nou, dat vind ik heel erg lief. Wil je mama niet bijvoorbeeld de groetjes doen? Oké. Volgens mij namelijk, als je hoi tegen mama zegt, dat je dat wel te horen krijgt. I love you, mama. Wat moet ik zeggen? Nou, gewoon hoi mama bijvoorbeeld. Mam, de groetjes. Ja, krijg je zomaar de groetjes over YouTube. Ik ga ondertussen even verder hier met mijn setup. Want daar draait... Ja, is een beetje lastig, hè, dat. Zo, oké. Nou, dit vindt mijn tegenstander niet leuk. Ik heb eigenlijk in beurt 1, heb ik alles al klaar liggen. Kijken wat we gaan doen, Jochem. Okay. Dat beeldscherm is alleen maar de recording. Tegen een Garbodor variant trouwens. Daar hebben we er zelf ook eentje van. Deze. Nu alleen nog niet. Oh, ik krijg gelijk een hele hoop poison op me. Daar ben ik dan weer niet blij mee. Nee, ik moet zorgen dat zijn 6 kaartjes. Dus, wat wij even heel snel gaan doen. Is wij doen dit, wij doen dit, wij doen dit. Ja, die andere mensen zitten inderdaad ook achter de computer. En nou gaan we hem een keiharde knal geven, Jochem. Wil jij op het knopje drukken? Op die. Druk maar. Ja, druk. In één keer uitgeschakeld. Dan heb je gewonnen. Ja. Eigenlijk is het dus een heel ingewikkeld spel. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het heel erg makkelijk. Oh, kijk. Nou heb ik een probleem. Nou gaat hij me dezelfde klap teruggeven. Jochem, niet aan mijn draadjes trekken. Hoe krijgen ze dat beeld eigenlijk te zien? Wie? Oh, je bedoelt dat mensen dit kunnen kijken? Oh, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hoe dan? Moet je eigenlijk eventjes naar mama toe lopen, naar mama de koe. Ja. Wat dan? En dan kan je kijken. Moet je vragen of mama het even aan wil zetten. Wat? De stream. Ja. De stream? Ja. Nou, dat was dus een briljante setup. Het staat op YouTube. Ik ga gelijk maar even kaarten verwijderen. Nieuwe kaarten pakken. Kijken wat ik heb. Ik heb die. Dat is al goed, ik heb die. Gewoon daarop klikken. Op deze? Zorgen dat ik zo snel mogelijk dat
want wij hebben geen webcam. Dat is een camera. Dus het is eigenlijk alleen maar en mijn geluid. Oh jee, deze meneer gaat mij zo direct waarschijnlijk heel fijn doen. Hey Jochem. Jochepie, kan jij nog even een heel mooi liedje zingen? Wees welkom bij deze... Wees welkom bij deze video. Mooi liedje, hè? Supermooi liedje, dankjewel. Ik kan waarderen dat jij even een liedje hebt gezongen voor de mensen. Boom! Ik heb hem heel hard geslagen. Nee, jij mag zo een liedje. Het probleem is dat ik nu weer een klap van 180. Iets meer zelfs nu. En ik heb verloren. Is niet erg. We gaan gewoon door naar de volgende gelijk, toch? Ja, we kunnen nog steeds die video maken, toch? Ja, de video die draait, die loopt gewoon. Ja. Kijk, dat kunnen we op deze monitor zien, hier. Kijk, dan kunnen we kijken. Zie je dat? En dit is wat wij net gespeeld hebben. Ik heb het geluid uitstaan, want anders krijg je echo's en dat is heel vervelend. Die heeft een Pikachu diadeem op, die meneer. Wow. Ja, nou, er hebben af en toe hele rare mensen tussen zitten. Willen we eerst... Ja, we willen... Jochem, wil je mijn draadje met rust? Dat is heel vervelend als je dat doet, namelijk. Nee, hij zit gewoon aan het draadje en dat komt gewoon omdat hij dat lekker vindt voelen. En dat is helemaal niet erg, maar... Het is af en toe een beetje raar, want hij trekt er wel eens aan. Dus, nou. Dan gaan we maar beginnen, hé Jochem. Kijk, dit doe ik expres. En dit doe ik ook expres. En dan doe ik die daarop. En dan gebruik ik die. Dan krijg ik een nieuwe hand. Kijk, nieuwe hand. Wat is dat, een nieuwe hand? Dat is hetzelfde als dat je met pesten bijvoorbeeld een joker speelt. Dat iemand 5 kaarten moet pakken. Alleen nu moet ik zelf 7 nieuwe kaarten pakken. Dus dat heb ik dan ook maar even gedaan. Oh, dat is een joker. Dat is jammer. Mijn plannetje ging niet goed. Mijn andere plannetje daarentegen. Het belangrijke is namelijk om altijd... backup te hebben. Okay. Nou, daar komt hij, Jochem. Tapoelele. Dat is een kaartje. Ja, dat gaan we zo direct doen. Mag maar even. Kijk, en dan pakken we Kiawee. Zeg even Kiawee, Jochem. Zeg even Kiawee. Kiawee. En dan geven we de beurt aan de volgende meneer. Nee, hij is een meneer. Kijk maar, hij is een meneer. Ik dacht dat ze het aan mijn poot. Ik dacht dat ze het aan mijn poot.
kusje van Jochem. Jochem vindt me erg lief vandaag. Oeh. Hallo jongens. En meisjes. Ja, en er zijn heel veel meisjes die ook Pokémon spelen. Hé, waar is mijn kaartje heen? Welke? Mijn Kierwee-kaartje is weg. Huh? Kijken. Hij is weg. En dat komt omdat die meneer een N heeft gespeeld. Dat is niet erg. Want dan gaan wij gewoon iets anders regelen. Hij loopt niet vast. Dan gaan wij gewoon even denken. Wat gaan wij doen? Wij gaan gewoon een sikkemoortje spelen. Hoppakee. Dat maakt niet zo heel veel uit dat mijn hand weg is. Kijk, daar is mijn volgende Kierwee alweer. Gewoon een beurtje langer. Is niet erg. We switchen even. We pakken de Kierwee. We pakken 3 energy. Want het begint een beetje. Hoppa. Zo. Nou, Jochempie. Hoe staan we ervoor? Heel goed. Hoe staan we ervoor staan? Wat zei je? Hoe vind je dat we ervoor staan? Je hoopt dat we gaan winnen en dat hoop ik ook. Ja, nou kijk, ik ga bijvoorbeeld 180 schade doen. Ja? Dank je. Ja, maar vandaag doen we het eventjes in het Nederlands, want Jochem wil ook meedoen. Dus, en Jochem spreekt nog niet zo goed in Engels. Ja. Dus we gaan vandaag praten in het Nederlands. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Ja. Wat is dat? Wat is wat? Dat is een aquapatch. Wauw. Ja. Kijk, dan gaan we nu iets heel gemeens doen. Let op, Jochem. Kijk, we pakken die. We pakken die. We pakken die. En dan pakken we gelijk die eruit. En dan pak ik die. En dan doen we zo. Kijk. En dan zegt hij. Hoppakee. En dan doen we nu nog een keer die harde klap. Yay! Dit vinden mensen meestal niet zo leuk dat je dit doet. Wat? Nou. Ik heb nu zijn Pokémon opgeblazen. Nou, zoiets, ja joh. Kijk, het leuke is, ik heb nu nog 2 Goosma's onderin liggen. En wat ik daarmee kan doen, is gewoon de Pokémon uitzoeken die ik wil schieten. Dat is die Pokémon. En dat is die Pokémon. Kijk, Jochem. Gaat hij weer?
gewonnen. Wij hebben gewonnen. Volgende potje. We hebben net gewonnen. Oké, okay, op zoek naar de volgende. Even handig. Even opwarmen. Even opwarmen. Mijn vader is hier altijd de beste in. En dat is Papi. Yay! Papa. En hij heet Elzo. Ja. Ik noem je papa. Ja, tuurlijk noem jij mijn papa. Omdat jij mijn vader bent. Ja. En jij bent mijn? Heel goed. Leuk om een YouTube-vader te hebben. Horen jullie dat? Ik ben een YouTube-vader. Grappige naam. Hij is geboren voor jullie. Kijk, let op. Dit is ook een hele leuke opening deze. Want... ik heb geen supersterke Pokémon. En ik heb ook geen mogelijkheden om een supersterke Pokémon te krijgen. Maar ik ga wel een harde klap uitdelen. Let op. Komt-ie. Hey, Pokémonbal. Ja, een Pokémonbal. Een groene. Dat is een nestbal. Dat betekent dat je met... kijk, dan gaan we steam-up doen. Kijk, en dan pakken we één. Pakken we even een nieuwe hand. Hoppakee. Nou, dat vind ik lekker. Kijk, nou hebben wij ook een groene bal, Jochem. Gaan we die groene bal doen. En dan pakken wij een hoehoe. Zeg even hoehoe. Hoehoe. Oehoe. Kijk, nou hebben we een heleboel schade voor een heel klein poppetje. Jochem, let op. Jochem, weet je, ik vind het een beetje als je even op mijn andere been komt zitten, want zo. Eigenlijk moet je gewoon een stoel erbij hebben, hè? Ja. Ja, even kijken, dan kan je je benen kan je lekker zo doen. Zo, hoppakee. Nou, komt u maar. Dit wordt leuk. Nou, dat het leuk wordt wil ik niet per se zeggen, want dit is een Metagross deck. Dat is een pijnlijk deck. Metagross Ninetales, zo te zien. Dat vind ik niet zo fijn. Kijk, hij gaat beaconen. Niet bekenen, maar beacon. Hij pakt een Metang en een Beldum. Papa heeft zo'n deck ook. Zag je dat in het filmpje? Ja. Nou, Jochem. Wat gaan wij doen? Mag ik ook wat tegen de mensen zeggen? Jij mag altijd wat tegen de mensen zeggen. Hallo. Hey, onze eerste Pokémon hebben we. Kijk vooral naar papa's YouTube kanaal. Oké. Papa moet even. Hoeveel Pokémon's heb hij liggen? Ga maar tellen. Zes. Nee. Oh, die kaartjes. De prijzen. Ja, hij heeft er zes. En wij hebben er vijf. En wij hebben er vijf, inderdaad. En als we er vier hebben, en dan een drie, en dan een twee, en dan een één, en dan een... Ik hoop dat het... Kijk, die kaart, daar moeten we voor oppassen. Metagross GX. Die is gevaarlijk. Die hebben we. Nou kan ik kiezen. Ik doe dit gewoon. Dan pakken wij die, want die gaan we
toch verspillen. Dus we leggen die terug in onze hand. En dan doen we een sycamore. Zeg maar, sycamore. Ja, sycamore. 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 Kijk. Nou hebben we... Oh. Daar zat geen energie in. Hier zit een energie in. Die gooien we hierop. Kijk, ondertussen hebben we ook alweer een Kiawee. Dat is op zich ook wel leuk dat we een Kiawee hebben. Die Kiawee kunnen we niet meer spelen. Die heeft geen zin. Dus dan vallen we... aan. Ik? Met mijn waddel. Kijk, dat is... Dat is een soort... Dat is, waar lijkt dat op? Lijkt het een beetje op... Een beetje op... Ik vind het op een dino... Een dinosaurus salamander lijken. Ja. Ik vind hem op een slang lijken. Dat kan, een slang met pootjes. Doe vooral ook een duimpje omhoog voor deze video. Doe echt een duimpje, niet omlaag. Jullie merken, mijn kinderen kijken ook heel veel YouTube-kanalen en lopen mensen te smeken om duimpjes omhoog. Ik doe dat niet. Dus ja, vind je het leuk, laat een duimpje achter. En zo niet, nou ja, dan niet, weet je. Heel simpel. Nou, ik ben eventjes wat aan het vertellen. Nou weet ik dus niet meer wat ik wou vertellen. Maar goed. We gaan aanvallen. En nu mag Jochem wat... Duimpje omhoog, niet omlaag. Ja. Heel goed. Zullen we die in één keer wegvagen, die Pokémon? Ja, best wel. Zullen we dat even doen, Jochem? Ja. Let op. Gaan we even wat Pokémons wegblazen? Wat zijn wegblazen? Kijk, hij gaat die Pokémon gaat hij sterker maken. En dan doet hij... Wat is dat? Dat is een robot. Nou, kijk, let op, gaat hij. Kijk wat hij gaat doen, Jochem. Kijken wat hij doet. Is 150. Dat is jammer dat hij dat deed. Waar was mijn ketting? Zullen we hem opblazen, Jochem? In ja, één keer? Ja. Nee! Sorry, kijkers, als je jullie heen en weer hebt geschud. Ik heb geen webcam, dus mensen kunnen niet geschud zijn. Nou, volgende Pokémonnetje, Jochem. Natuurlijk wil ik jou leren fluiten. Ik kan het bijna, toch papa? Nou, dan gaan we eens even kijken wat ze gaan doen. Opletten.
deed me pijn. Een heleboel pijn. Ik zou een heel duidelijk zijn tegen die gast. Hey gast, doe me vader eens niet pijn. Of anders heb je een heel groot pompoen. Net zag hij niet zo. Oké, nou dan gaan we even iemand 50 schade doen. Weet je wat? We doen gewoon degene recht voor. 160 schade. Dat is wat meer dan 50. Dat is 80. Zag je dat niet tegen de mensen? Ja, kijk, oh, kijk. Nou, dat is niet erg, want wat hij niet. Dat ook, dat weet hij ook niet. Maar wat hij ook niet weet. Let op. Let op wat papa zo gaat doen. Kijk, die. Maar dat is helemaal niet erg. Jij mag altijd. Staat er muziekje op? Nee, er staat geen muziekje op. Doodgemaakt. Maar ik zie het erg. Wij doen gewoon dit. En dan doen we gewoon hoppakee. En dan geven we gewoon een hele. Je hebt het gemist. Ik gaf een stop. Dat heb je gemist. Dankjewel. Kijk, 1420. Een ander pakje doen. Welk pakje wil je spelen? Die paarse? Ja. Mijn Garbodor deck. Ah, nou, je hoort het. De kinderen willen het Garbodor deck spelen. Waarom? Garbodor is lief. Ja. Ja, Garbodor is een leuke Pokémon. Ja. Ik vind van wel. Het is een deck wat heel moeilijk is. Het is makkelijk te bouwen, maar moeilijk mee te spelen. Ja. En ik heb er al een tijdje niet mee gespeeld. Dus we gaan het gewoon even proberen. Ja, goed voor mij, hè? Is heel goed voor jou. We gaan als eerste vandaag weer. Dat zijn kaarten. Oh, dat zijn muntjes. Kijk, Trubbish. Ze hebben. Oh, wat een lieve Trubbish. Baby Trubbishjes. Nee, dat is paars. Purple, kijk. Purple. Nou, weet je wat? En blue. Betekent het Engels? Het is blauw toch? Dat weet je toch? Zullen we gelijk maar eventjes op zoek gaan? Zullen we maar eens gelijk op zoek gaan naar een grote Pokémon, jongens? Ja. We gaan op zoek naar Drampa. Zo, nou, de tegenstander heeft tijd gekregen om in zijn kaart te kijken. En daar heeft hij nu allemaal niks aan. Ah, wat jammer nou. We leggen een Poetown neer. Poetown is een hele leuke kaart. Iedere keer als een Pokémon geüpgrade wordt, dus geïnvloed wordt, krijgt hij 30 schade. Ja, mooi hè. Nou, omdat ik dat mooi vind. Oh, nou. Dat vind ik mooi, pap. Ja, hè. En pap, waarom kan je niet een andere poppen? Omdat ik dat mooi vind. En daarbij, ze hebben. Ik heb zo'n account toch ook, maar hoe maak je zo'n
Ja, maar dat ga ik niet nu regelen, Lies. Want zoals je misschien merkt... Maak je een filmpje. ...ben ik even bezig, inderdaad. Pap, ik vind dat je het heel erg goed hebt gedaan. Ja, hè? Ja, nou, dat vind ik ook. Lies, vind ik je nog steeds goed bezig. Nou, dat vind ik erg aardig van je. Maar je moet niet aan mijn koptelefoon gaan lopen pulken. Je houdt ervan... Dat zeg je in de video. Ja, dat zeg ik in de video inderdaad. Want jij gaat altijd aan dingen pulken en peuteren. Dat vind jij leuk, toch? Mm-hmm. Oké, okay, nou, we zijn klaar. Is de video klaar? Nee, de video niet. De beurt is klaar. Klaar met... Nee. En ik dacht... Ja, waarschijnlijk dat we deze wel gaan verliezen. Dit is een Fika Fold deck. Kijk, Guzma. Let op. Wij gaan mensen klapjes geven. Dat deed ik. Oh, dan moet je niet zo nu doen. Nee, ja, weet je, kijk, soms doen mensen elkaar wel eens per ongeluk een beetje pijn. Nou, dat doe ik. Oh, kijk, dat is onze beurt. Kijk, Jochem. Jochem. Coole Pokémon, komt ie. En we hebben een cadeautje. We hebben een cadeautje. Je hoeft hem niet open te maken. Maar ik heb wel geld genoeg om een booster pack te kopen. En die gaan we live openen. Let op, speciaal voor vandaag, omdat ze vandaag nieuw zijn uitgekomen, gaat papa een boosterpack kopen. Eentje maar, want ik heb maar 200 coins. Dus die ga ik nu kopen. Ik ga naar mijn collectie toe. En dan heeft Jochem vandaag de eer, jij te openen, om het pakje te openen. Druk maar op de muisknop, Jochem. 1, 2, druk uit. Oh oh, wat gaan we krijgen? Even kijken. Zien wij een leuke Pokémon kaart? Dit zijn namelijk allemaal nieuwe, dus ik ga ze even kijken. Dit is wel leuk. Camerupt. Nou, dat is jammer. Er zijn geen speciale Pokémon vandaag. Ik dacht dat het een Pikachu was. Het zijn wel allemaal nieuwe Pokémons. Er staat hier een Pikachu? Ja, er zijn ook Pikachu's, ja. Heb jij al Pikachu? Tuurlijk heb ik Pikachu. Maar we zijn vandaag niet hier om Pikachu's te kijken. We zijn hier vandaag om... Oké, nou, weet je wat? We gaan vandaag nog een keertje Garbodor spelen. Pap, ik vind het nog een leuk pakje. Oh, Jochem wil mijn Championship Trevenant Garbodor spelen. Dat vind ik op zich een goed idee. Ik ga iets heel leuks doen. En kijk, steken. Jochem gaat hem spelen. Eventjes één notitie. Jochem is ondertussen... Hoe oud ben jij, Jochem? 5. Ja. Hoe vaak heb je dit spelletje al gespeeld? 0 keer. Dus dit wordt jouw allereerste keer. Papa gaat je helpen. En jij gaat knallen. Oké? Afgesproken? Ja. High five. Oké, ga maar zitten. Maar papa... Jochem gaat... Moeten we niet even de wat makkelijker...
Nee, Jochem die gaat gelijk sprong in de diepe wagen. Ik wil weten hoe goed Jochem is. Oké. We zijn weer terug. Jochem speelt tegen een groen dek. Waarschijnlijk een goalie dek. Weet je, gooi je kind in het diepe is leuk, maar gooi je kind in een oceaan, dat vind ik minder leuk. Die drukken, Jochem. Op de groene. Ja. Goed zo. Oké. Dit was mijn allereerste keer. Dit wordt Jochem's allereerste keer. Zoals je hoort, heel erg happy. Jongens, ik ben heel erg blij. Oké. En meisjes. Oké. Die of die? Als eerste. Die. Gaan we die daarheen slijpen. Hoppakee. En die gooien we op je bankje. Nou ja, ze noemen het een bench. Dus het is eigenlijk een soort. Het is een soort reservebank als in voetbal. Nee, gaan daar de kaarten in als je hebt gewonnen? Ja, daar, nou, daar gaan de kaarten in als je ze meeneemt. Wauw, kijk, hij gooit een bal op, Jochem. Oh, een bal. Ik zelf niet kijken gewoon. Oh. Oké, je wilt nog kijken. Nou, Jochem. Je bent bijna aan de beurt. Heb je al gezien wat je wil gaan spelen? Mm-hmm. Welke kaart? Die. Die kussen. Ja, nee, die kussen die kan je nu niet. Oh, volgens mij loopt de boel een beetje vast nu, omdat Jochem met zijn voet tegen de computer. Jochem, je moet niet tegen de computers aanschoppen, lieverd. Dat werkt niet. Recht voor je. Oh, dat doe je heel goed. Nou moet je die pakken. Pak hem maar. Ingedrukt houden, hè? En dan, hop, loslaten. Kijken wat er gebeurt. Oeh. Hé, je hebt allemaal hele leuke Pokémon's gekregen. Die moet je allemaal neer gaan leggen, hè? Dat is best wel veel werk. Kom, die pakken we. Oké. En die pakken we. Oké. En die pakken we. En die pakken we. Kijk, dat is heel mooi. Ja, natuurlijk willen wij een kaartje spelen. Jochem, ik help Jochem nu even met de keuze maken. Ja. Want ik denk zomaar dat Jochem voor het leuke plaatje gaat en niet voor het goede plaatje. Jongens en meisjes, appelpeer. Dit is mijn allereerste keer dus. Oh! Je moet wel even op dan drukken. Ja, gewoon op die. Heel goed. Nou. We gaan even kijken wat er gaat gebeuren, Jochem. Hey, luister. Papa gaat je helpen, hè? Je moet nu zo direct. Moet je die buitenkaart. Die gaan we daarop gooien. Ja? Wacht even hoor, want er is een nieuwe kaart. Waar is je muis heen? Hier ook. Ja? Die kaart gaan we oppakken. Heel goed. Leg hem maar op. Dan pak je de rechterkaart. Ja. En die leg je daarop. Nee, we kunnen nu al aanvallen. En dan pak je die inderdaad. En die doe je. Hé jongens, we hebben hier. Ja. Nou hebben we één kaart over. Die laten we lekker liggen, toch? Ja. Zullen we hem eens een klap verkopen? Ja. Ja. Eén keer drukken. Goed zo. Allebei. En. Oh, wat is dat nou? Potverdomme. Ik zei het. Nee, niet veel. Hé, hey, we zijn alweer aan de beurt. Wacht even hoor. Wat doet deze kaart? Oh ja, pak hem maar. Ja, slepen. Loslaten. Die pakken. Op die. Ja. Pak die maar. Oh, een zwarte bal. Ja. Die kennen we allemaal wel uit Pokémon Go. Ja. Die zwarte bal. Ja.
Gaan we even kijken. Maar voor de mensen die niet Pokémon Go weten, leg het maar uit. Ja, dag. Ik ga niet alles uitleggen. Mensen die moeten het spel maar gewoon downloaden op www.pokemon.com. Ja. Accountje aanmaken en zelf gaan spelen. Oké, Jochem gaat alweer een klap verkopen. Het probleem is dat deze Pokémon beschermd is. Het nadeel is, hij kan ons wel klappen verkopen. Dus wat wij gaan doen. Ja, leg maar neer. Nee, op die. Ja, loslaten. Helemaal loslaten. Die? Goed zo. En dan pakken we... Oh, jammer, we kunnen geen Guzma spelen. Ja, dan doen we die daarop. Heel goed, laat me los. En dan pakken we die. En dan doen we die daarop. Wauw, Jochem. Wat gaan we nu doen? Aanvallen, hè? Ja. Oké, druk maar op de kaart. Druk op je grote kaart, hè? Ja, val maar aan. Ja, maar je hebt geen schade gedaan aan de klapverkoop. Maar dat is niet erg, want de volgende beurt gaan wij dat even oplossen met z'n tweeën. Kijk, nu zijn wij weer aan de beurt. Niet, kijk, je moet wel even goed nadenken wat we nu gaan doen. Kijk, die gooien we hierop. Dat heb je heel goed gedaan. Dan pakken we Guzma, Dia, leg maar neer. Ja, en dan pak je, oh, in één keer de goede, Jochem, heel goed. Altijd de lelijkste Pokémon pakken. Ja, en dan op die drukken. Ja. Kijk, hoppakee, nou verandert die van Pokémon, dat is heel leuk. Klik maar. Gaan we aanvallen. Doen we schade. Kijken, heeft hij items? Oeh, hij heeft een heleboel items. Oh, Jochem gaat damage doen. Jochem is heel goed. Wacht even, papa moet eventjes hier kijken. Ja? Ik ben de tweede. Ja, Jochem heeft zijn eerste prijs ever gewonnen. Ik ben heel erg trots op de kleine jongen. Want de kleine jongen doet gewoon eventjes even goed damage. Ik ben 5. Ja. Ja, kijk eens maar. Ik kan ze niet zien. Oh, hij heeft... Jochem heeft gewonnen. Yeah. Oké, nou, zoals beloofd, Elise mag nu ook een potje spelen. Elise mag een deck uitzoeken voor mij. Ze gaat eventjes bij mij zitten op de stoel. Zo, hoppakee. Nou, jij hebt het al een paar keer eerder gespeeld, dus je weet het best. Nou, kies maar een deck uit, welke je wil spelen. Je kan nog een stukje die kant op, hè? Ja. Dat is dat vuurvogeldek. Dat is die andere daarnaast, die heb je net zien spelen. Dit is een variatie erop. Dit is weer een andere variatie daarop. Dit is weer een variatie op dat dek. Dan ga je hier even heen. Dit is met Lunala. Ja, dat ga ik je laten zien. Dat is met die hele mooie kaart. Dit is, even kijken, mijn uitgeklede Vikavolt deck. Wat eigenlijk er alleen maar voor bedoeld is om daily challenges te doen. Dus dat is ook wel leuk. Wil je met een waterdek? Gaan we even kijken welke waterdek dit is. Want ik heb er nog eentje en die heet
Pooltown Blues. Ik denk dat je die leuker vindt om mee te spelen. Nou, Elise gaat spelen. Je moet niet op cancel drukken, mop. Dus één keer drukken en dan is het goed. Okay. Nou. Hou je maar vast. Elise die gaat spelen. Wat wil je? Heads of tails? Kop of munt? Elise wil kop. Elise die wint gelijk maar eventjes. Wil je als eerste gaan? Ja, natuurlijk wil je als eerste gaan. Hebben wij Pokémon's in onze handen? Ja. Die, meest linker, moet je laten liggen. Die moet je laten liggen totdat je echt beurt bent. Dus nu nog niet. Ik ben hier een beetje goed in. Ja, alleen het is de eerste keer dat je met een deck van papa speelt. Ja. Dus we gaan kijken of het goed lukt. Oh! Je geeft de beurt weg. Dat is een nieuwe tactiek, je beurt weggeven. Daar zal ze wel een reden voor hebben. Ik denk ook wel dat ik de reden zie. Want je gaat die pakken. Die leg je daarop. En dan pak je die. Heel slim, Elise. Heel slim wat ze nu doet. Let op wat mijn dochter doet. Kijk. Dit is de ja-knop. Heel goed. Kijk, en dan moet je die pakken. Ja, pak hem maar. Dan op die drukken. Kijk. Oh, iets hoger. Daar ja. Leg maar neer. En dan gaan we baby Pokémon's pakken. Je gaat Hoopa pakken natuurlijk. Hoopa is cool. Je gaat die pakken, ja, pak hem maar. En die hele mooie baby Vulpix, want die vind je lief, hè? Ja. En dan doe je op, inderdaad, dan. Kijk, let op wat ze nu gaat doen. De bovenste, oh! Dit zal een reden hebben dat ze dit doet. Misschien omdat ze de kaarten niet leest. Hè? Kijk, nou heb je een groot monster tegen je. Terwijl we hem hadden kunnen winnen. Dit is erg. Komt goed, meisje. Kijk, oh jee. We krijgen een N voor ons neus. Nou, we gaan onze kaarten weg. Is niet erg. Ja, dat is Skyla. Die gaan we niet pakken. Kijk, hij gaat ons hele harde klappen geven. Hele harde klappen. Hij gaat ons klappen proberen te geven. Weet je, wij gaan ook gewoon die spelen. Die, spelen maar. Nee, oh, stop. Nog niet. Doe maar wel. Papa was in de war. Ja, spelen maar. Pooltown spelen, Lies. Welke is dat Pooltown? Weet je dat nog? Heel goed. Pak hem maar. Leg hem maar neer. Hop. Oké. Die pakken. Neerleggen. Klikken. Bovenste aanval pakken. Ja. Klikken. Welke wil je aanvallen? Die of die of die? Die? Ja, want daar ben ik dan vanaf een beetje. Heel goed, druk maar. 50 hele schade. Hoe goed ben ik dan niet? Oh. Jij. Ja. Kijk,
kijk, dat is leuk, hè? Dan doe je niks, krijgt hij 30 schade. Oh. Auw. Oh. Dit gaat auw doen. Dood. Zoals ik al zei, dat het probleem met dit dek is dat je heel erg weinig. En dat is lastig. Het is niet erg, maar het is wel lastig. Kijk, dan pak je die Lies. Oppakken, neerleggen. Dan pak je die. Pak hem maar. Oppakken, neerleggen. Bovenste. Ja. En dan pak je. Nou, perfect. Hoppakee. Die mag je ook al pakken. Dus die leggen we gewoon gelijk. Ja, dat is niet erg. En nou ben je klaar. Het voordeel is dat hij nu even niet kan aanvallen. De tegenstander. Dus wij kunnen nu eventjes snel wat van die blauwe kaartjes op je Pokémon's leggen. En dan kan jij aanvallen. Ik zou hem op die leggen. Ja, op die ja. Heel goed dat je hem even aanklikt, want wij kunnen het natuurlijk zien en wij lopen ook gewoon op het beeldscherm te rammen met z'n tweeën. Ja, dat maakt niet uit. Pak maar één van de drie. Wachten tot hij klaar is. Drubbish, dat is niet heel erg. Hij gaat nu waarschijnlijk een guard. Ja, maar daar hebben we te weinig energy voor, schatje. Even een kaart verwijderen. Dat is jammer, want die hadden wij net nodig. Moet ik je helpen? Ja? Pak een energy. En die gooien. Pakken en vasthouden. Nou, wacht even. Ja, gooi hem hier maar op. Dat doen we de volgende beurt. Spelen we Sycamore. We moeten eigenlijk namelijk. Kijk, want nu kan je die spelen. Speel je die? Pak je één kaartje die je net hebt weggegooid. En die mag je daarop spelen. Hey, goed hè. En nu pak je dat bandje. Heel goed. Pak het bandje. Op je poppetje leggen. Heel goed. Even kijken, hebben we nog meer upgrades nodig? Nee, Skyla hebben we niet nodig. Die hebben we ook nog niet nodig. Druk maar op klaar. Het is heel erg leuk, mensen. Als jullie dit spel nog niet hebben gedaan, download het zeker. Op www.pokemon.com. Ja. Ik ga ondertussen kijken of er een slokje koffie is. Een heel klein slokje. Een heel klein slokje koffie, maar er was nog koffie. Daar ging het uiteindelijk om. Ik herken dit deck, jongens. Dit is ook een deck waar ik mee bezig ben geweest. Dit is de Golly Garbodor deck. Dat deck schijnt heel erg sterk te zijn. Ik denk alleen van niet. Ja, kijk, hij gaat je aanvallen. Ik vind die. Ja. Die.
Wachten. Goed kijken wat je gaat doen. Ja. Nee, onderste. Die doet meer schade. Kies er maar één. Is jouw keel. Hoera, een extra menafie. Daar hebben we dus niks aan. Kijk, die meneer. Wat ik de ken, weet dat er twee menafies erin zitten. Daar en daar van. Nee. Nou ja, waarschijnlijk inderdaad dat hij deze ook in één keer doodschiet. Tegen dit dek is heel weinig te doen. Met dit dek. Oh, kijk, hij trekt hem terug. Mag ik hierna doen? Hierna mag jij best nog wel een potje met papa proberen. Ben ik? Nee, nog niet. Je moet nog even wachten. Dit was een keer op tv. Pak je die? Je hoofd, Pokémon. Ja, leg maar neer. Wacht even. We gaan even iets gemeens doen. Ik neem eventjes de muis over, want ik wil natuurlijk niet dat mijn dochter verliest. Ik ben trouwens niet aansprakelijk, mocht ze wel verliezen. Eventjes voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk lullig als ze wel verliest, maar ja, weet je, het is niet anders. Ik zit er namelijk aan te denken. Hij heeft al een choice band. Om inderdaad. We hebben geen sycamores meer. Dus we gaan gewoon een mellow spelen. Een mellow die gaat er namelijk voor zorgen. Dat we eventjes kunnen graven. De volgende beurt in ons deck. Ja, en dan doen we nu die. Op de kleinste natuurlijk. Dat is het stomste. Toch, Lies? Oh, we moeten straks twee dingetjes doen. We moeten straks graven naar een espion. En we moeten onze mellow klaarzetten. Dat we extra... Ja, dat is die kaart die we net hebben gepakt. Dan kunnen we hierna double colorless energy opgooien. En dan kunnen we hard aanvallen. Hoop ik. Oké. Ja, kijk. We gaan eerst even graven naar onze espion. Nou, die hebben we dubbel. Die is hier al, dus die hebben we niet meer nodig. Die laten we voor de zekerheid even in onze hand. Dus we doen een extra bal weg. We hebben helaas hier geen espion in zitten. Niet heel erg. Pakken we de Tapu Fini. We hebben een Tapu Lele en een Tapu Fini. Die leggen we neer. Volgens mij moet je het inderdaad heel deftig uitspreken, ja. Dan heb je helemaal gelijk, lieverd. Ja. Kijk, we doen 160 plus 30 is 190. Plus 30 is 210. Dus wat wij nu gaan doen is gewoon die. Oh, net niet. Oh, wat jammer. Maar we zaten wel dichtbij, mensen. Papa heeft misgerekend. Wat stom van papa. Ach, dat is jammer. Er komt een paardje aangelopen. Hey. Ik ben ondertussen een sigaretje aan het pakken. Nee, ik ga niet schaamteloos reclame lopen maken voor mijn tabaksmerk.
Dus ik ga niet zeggen wat ik rook. Oké. Ja. De linker, ja. Die ja, heel goed. Naar het midden slepen. Ja. Ja, we gaan even een andere strategie toepassen. Dat is het lekkere met dit dek. Ja. Heel goed. Ja. Twee kaartjes pakken. Maakt niet uit welke. Pak er maar twee. Dat zijn nou net niet de kaarten die je wil hebben inderdaad in je hand op het moment dat je nog maar één tegenstander hebt liggen. Je moet even goed gaan zitten, schat, want je rolt van mijn schoot af. Daar. Nou, jammer genoeg. Druk maar eventjes op klaar. Ja. Oké. Weet jij al met welk dek je wil gaan spelen? Ga maar even scrollen. Welk is een beetje makkelijk? Nou, ik heb een dek heb ik op een gegeven moment zucht genoemd. Het begint met de ze. Helemaal aan het einde. En dat is een heel leuk dek. Daar heb je namelijk, ja, heb je namelijk geen energie voor nodig. Let maar op. Nee, je moet één keer drukken, Lies. En dan drukken. En dan niet meer drukken. Daar hoef je niet op te drukken. Je gaat nu een dek spelen. Dat heet zucht inderdaad. Dat dek, dat heb ik gebouwd. Kies zelf. Ja, kies maar. Met het idee van, er moet een dek zijn met 0 en 1. Nou, dat is me gelukt. Daar heb ik van de week ook een foto van gedaan. Het is een budget dek. Dat is heel leuk. Dus een budget dek. Want ik wil je laten zien dat mijn dochter zelfs daarmee kan spelen. Het allerleukste is, het zijn ratjes. Voor degene die Pokémon Go spelen, het zijn Rattata's. Je weet wel, die paarse irritante beesten die je overal tegenkomt. En als je Pokémon nog niet erop staat, moet je die zeker downloaden op je iPad, telefoon of wat je ook hebt in huis. Je hoort het, mijn dochter is erg van het promoten van producten waar ze geen geld voor krijgt. Dat is ook helemaal niet erg. Je moet even wachten, hij is aan de beurt. Elise wil af en toe een beetje te snel. Heel eventjes, nee, ik moet heel eventjes iets bekijken. Dat is wel leuk. Kijk, nou, kom maar op. Die... Dat vergeet je namelijk altijd. Krijgt Elise twee kaarten extra. Wat gaat ze doen? Ja, dit is een beetje lastig. Dit moet je één keer aanklikken. Elise, klik. Kijk, en dan mag je een goede Pokémon uitzoeken. Nou, alsof je dat al vaker hebt gedaan.
Druk maar. Op welke? Gewoon drukken op de kaart. Bovenste. Wat ik daar kan niet zoveel schade aanrichten, maar 50. Ja, dit was geboost. Het probleem is nu dat hij jou... Oh nee, ja, hij gaat jou waarschijnlijk aanvallen en dan gaat hij waarschijnlijk pijn doen. Heel veel pijn. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is heel vervelend voor de mensen, dan kunnen de mensen niet zien wat je doet. Nee, je bent alleen wel in één keer dood. Dat is jammer. Heel goed, Lissy. Je snapt hem al. Heel goed. En nu weer. Kies er maar één uit. Zoals je ziet, Elise die valt aan met nul energie. Trouwens, ik weet niet wie er aan het kijken is op dit moment, maar hallo. If you're English, hello. Thanks for joining us. Bedankt dat je eventjes meekijkt. We gaan eens even kijken of Elise de laatste Pokémon van de tegenstander ook kan doodmaken. Dat kan jij. Oh, nee, hij kiest drie kaarten. Dat is niet erg. Zou je dit deck kopen, zou hij ongeveer 3-4 euro kosten. Maar, zoals je ziet, Elise die... Hey, ik heb meer puntjes gehad dan Jochem. Ja, heel goed van je. We krijgen nu puntjes voor de Pokémons die we eruit gooien. En voor de krijgen we iedere keer 5 muntjes extra. Spelen op zich heeft nu niet zo heel veel zin. Maar dat is niet erg, want we gaan gewoon even verder spelen. Oh ja, en als je dat nog niet liet te boeren. En als je dat met Sikio, dat komt van de televisie. Ja, heel goed, Lissy. Wij hebben s'nachts altijd heel laat de televisie gaan. Ja, nou. Hoe laat is het nu ongeveer? Zullen we eens even kijken? Ja. 8:30, dus we gaan zo wel naar bed. Ik ga zo stoppen. We gaan eventjes een dekje pakken voor Elise. Dit dekje heet Apes. Dat is Engels voor apen. We gaan een dek spelen met allemaal apen erin. Vanavond. En dat was misschien heel erg saai of heel erg leuk. Ja. Druk nou maar gewoon op play. We gaan eens eventjes heel snel naar ons andere monitor toe.
Oké. Okay. We zijn weer terug. Daar komt hij. Oeh, Pikachu coin. Dat is een oude coin. Yes. Elise heeft gewonnen. Druk maar op. Yes. Yes. Oké, Elise. We hebben een probleem, want... Oh ja. Weet je, soms denk je dat je een probleem hebt als je eerst kijkt. En dan blijkt het achteraf dat je geen probleem hebt. Wij hebben in dit geval geen probleem. Dus maak je geen zorgen. Ja, die kaart heeft een bijnaam. Die noemen ze Banana Master. Die leg je neer inderdaad. Je wacht. Dan druk je even op done. Dan? Welke dan? Die. Oké. Okay. Als jullie dit zeker zien, is het wel mooi, hè? Dan pak je die. Daar, hè? Ja, kan je daar neerleggen. Dan komt hij vanzelf op de goede plek te liggen. Ik heb bijna al mijn kaarten uitgespeeld. Ja, pak die maar inderdaad. Even voor de duidelijkheid. Nog steeds is Elise aan het spelen. Het enige wat ik af en toe doe, is er een heel klein beetje helpen. Omdat Elise natuurlijk... Elise is 9, kan nog geen Engels lezen. Dus ja, dan heb je af en toe een beetje hulp nodig. En ik help er graag... dit goed Lekker. Neer te zetten. Choppa. Kijk alsof ze het iedere dag doet, hè. Ik heb er ondertussen nu al 3 van. Ja, dat is goed. Wat? Daar stond dat we een goed dek hebben. Nou, dat hebben we ook. Want wij zijn gewoon goed. Ik kan niet dat echt typen. Dat kan je niet typen. Kijk, als je op je poppetje zit, dan kan je hier zeggen... Hallo, hoe gaat ie ermee? En je kan natuurlijk ook altijd een hartje sturen. Of een zielig gezichtje. Boos, boos, boos. Nee, we gaan geen boze gezichtjes sturen. Ik stuur hier in dit spelletje nooit een boos gezichtje. Kijk, nog een apie. Dus heb ik er 3, 4 van. Ik ben gek op mijn aapjes. Ik niet zo erg, ik haat... Kijk, nieuwe hand, hey. Zullen wij die tapoelele eens gaan pesten? Ja. Kijk. Knal. Hoppakee. Oh, Lies, dit gaat helemaal zoals gepland. Plant. Plunt. Al die klikken. Kijk, let op. Nou ga je schade doen. Ja, zo eventjes 100 schade in zijn mik. Met een Pokémon die eigenlijk helemaal geen klap waard is. Elise is heel erg into de ik liet een boertjes. Kan ze ook niks aan doen. Dat snap ik ook wel. 2 tapoelele's in een dek. Die meneer is bang dat hij niet kaarten haalt. Ik vraag me trouwens echt af. Oh, diegene die er was, die is weg. Dat is jammer. Mocht je terugkijken, hartstikke bedankt dat je bent geweest. We gaan gewoon even lekker verder spelen. Als je hem weer wil bekijken, je opklikt. Dan kan je gewoon daarop klikken, ja. Ik ga het, van de week ga ik het proberen om het rechtstreeks via Facebook te doen. Dat kan namelijk met mijn streamingprogrammaatje ook. Maar dat moet ik nog even kijken hoe dat helemaal werkt. Goed, hè? Heeft onze tegenstander dingetjes gedaan? En we
Is niet erg. Kijk, want wij kunnen namelijk ook gewoon dingetjes doen. Let maar op. We gaan gewoon ze apen wegknallen. Tussen robotjes. Hey, dat had je niet gedacht, hè? Dat had je niet gedacht, hè? Nou, daar komt ie. Kijken wat we gaan doen. Kijken wat we gaan doen. Nee, het duurt nog niet erg lang. Het duurt wel wat langer dan normaal. Maar het is niet erg in dit geval. Oh jee. Dat komt wel niet goed. Jawel, dat komt wel goed. Let maar op. Kijk. We spelen die sowieso weg. Daar heb ik geen zin in. Die daar ook. Dat is een hele slimme, Lies, moet ik zeggen. Kijk, nu hebben we twee kaarten liggen. We pakken er eentje. Hoppakee. Hey, goed hè, van hond. En nou, geven we een klap. Van 100. Okay. Volgens mij gaan we deze verliezen. Oh jee, een N. Eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Dit wordt vast heel erg. Vast wel. Maar dat is juist leuk. Ja, heel leuk. Dat is... Kijk, het leuke is dat we twee energie op hem kunnen krijgen, kunnen wij die attack nadoen. Kunnen wij nog een kaart hiermee pakken? Nee. Nou, weer eens even
beetje hier kijken. Oh, ja, nul. Jammer. Ja. Bij mij is de video afgelopen. Dat kan, toch? Nee, dat kan niet, want wij zijn nog steeds aan het opnemen. Dus hun kunnen de helft zien van de video? Nee, hun kunnen alles zien van de video. Ja, ik heb een hele goeie. Elise en ik gaan voortaan. Gaan wij streamen. Wat is dat? Dat is wat we nu aan het doen zijn. Ik ga een paar potjes spelen. Elise gaat een paar potjes spelen. Daarna moet Elise natuurlijk wel naar bed toe. Ja. Groter dat ik ben. Dus Elise die gaat dan lekker slapen. En ik ga dan lekker Pokémonen verder. Jochem gaat dan ook gewoon slapen. Dit ga ik niet leuk vinden, denk ik. En jij ook niet. Nee, we hebben hem net. Oh, we gaan een Metagross killen. Let op, wij gaan een Metagross killen, Lies. Let op. Hey. Check dit. Hoppakee. 30, 60. Dus dat is te weinig. Dus we doen dat. En dan doen we dat. Maar die hebben al heel veel gedaan. Ja. Waarom kies je die dan? Welke wil je weghalen? Die natuurlijk. Weet je waarom niet? Omdat hij geen energy had. Hij had geen bolletjes onder op zijn kaart zitten. Eigenlijk moet er in dit deck een Mewtwo, hoe heet die? Die paarse, die kleine. Roze, die kleine. Mew is dat. Mew? Ja, er moet een Mew in. Ik dacht Mewtwo. Nee, die heb ik wel, Mew. En Mewtwo heb ik wel, dat is een hele... Ah, mijn kaart is dood, ik heb een energy verspild, ik ben niet blij. Is niet heel erg, er zijn ergere dingen op de wereld. Moet je ook nog een naam van een hulpverleningsinstantie eventjes door... Nou, ik denk dat ik het moet opgeven. Ik ga nog even kijken. Jawel, want de effectiviteit is helemaal uit het deck. En mijn computer gaat raar doen. Helaas heb ik een pindakaaspot computer. Ja, iets anders zou ik hem niet kunnen noemen. Een sampot computer. Ja, nou, ik zou hem eigenlijk wel willen noemen, ja, want weet je, hij draait wel en hij draait ook goed. Maar op het moment dat ik ga en streamen en spelen en ik heb mijn Facebook openstaan en natuurlijk mijn live dashboard op te kijken, of er toevallig mensen zijn. Zijn er mensen? Hallo mensen. Nee. Nee dus, dat is heel jammer. Ja, gaat mijn computer gewoon raar lopen doen en... Ja, het is een oude computer. Ik ben blij dat hij het spelletje draait. Ik ben heel erg blij dat hij werkt. Maar helaas. Dus, heb jij nog een oude computer staan? Het liefst een Pentium i3. Ja, dit vind ik echt jammer, weet je, want het is een leuke game om mee te spelen. Maar je gaat dus niet dood.
Je gaat wel een beetje tegen hoge Pokémon's. Maak je eigenlijk dat je zegt van heel weinig kans. En met heel weinig kans doe ik ook echt dat je zegt van... Eet jij mijn Pokémon maar op. Toch, Lies? Nom. Hij mag best onze Pokémon opeten. Dat vinden we helemaal niet erg. In je neus. Kijk, want op het moment dat hij nu weer een Gigahammer gebruikt... zeker weten gebruiken, want hij gaat die terugtrekken en dan gaat hij die pakken. Yep. Of die pakken. Kijk, zie je? Ik zei het toch? Kijk, tada! Ik zei het toch? Kijk, en dan gaat hij nu zijn Geotech System gebruiken. Dan gooit hij eventjes 3 energy erop. En dan slaat hij zo direct weer een aapie dood. Oeh, dat is vast pijn. Ja, dat is niet leuk. Het leuke is, we kunnen hem wel een koekje van eigen deeg terug. Eén keer, het zal niet genoeg zijn, maar het is wel leuk om gewoon te zien dit kan. We pakken voor de vorm eventjes een koekoei. Wat is dat? Dat is een professor, die heet koekoei. Nou, dit heeft allemaal geen nut meer, al deze kaarten. Dus wat we nu gewoon gaan doen, is we zeggen gewoon hoppakee, watch and learn. En we gaan gewoon kijken. 170 schade met Watch and Learn. We gaan eventjes zeggen, well played tegen deze meneer. Dankjewel. En we geven hem een hartje. Want het was een erg leuke match om zo even samen te spelen. Ik ga straks nog wel even verder streamen, maar ik ga even uitzoeken hoe dat werkt. Dat wordt dus een teststream. Ik ga werken aan een nieuw idee wat ik heb. Scrowdeck. Kijk, we hebben ondertussen wel een demo. Deze challenge betekent booster pack. Wij houden van booster packs. Wij houden van booster packs. Dus, aan Elise de eer om dat pakketje open te gaan maken. Ik ga er even heen, want anders gaat ze straks hierheen en dan verkoopt ze al mijn kaarten. Want ik weet hoe ze is. Toch, Lies? Ja, dan treedt ze opeens al mijn kaarten weg voor Pikachu's. Want ik hou van Pikachu's. Kijk, we gaan hem openmaken. Oh. Ja, maak hem maar open. Robopos! Nou, doei allemaal! Ja, jongens, ik ga eventjes offline. Ik ga daarna eventjes kijken hoe ik dat via Facebook kan regelen. Dan ga ik eventjes mijn OBS instellen. Ik ga ondertussen ook nog even snel een ander deck bouwen. Nee, ik ga het anders doen. Ik ga dat deck bouwen op het moment dat ik live ben. Zodat jullie ook kunnen zien hoe dat werkt. Ik denk dat dat wel een hele leuke is. Nou, voor nu. Het was gezellig. Dankjewel. En...
De Wapper.